De sobere roffel van de Tifa Toto Boang groep begeleidde de deelnemers aan de stille tocht ter nagedachtenis aan de 26-jarige Talita van Limbeek, die vorige week door een misdrijf om het leven kwam. De tocht nam een aanvang bij de ijsbaan aan de Sluiskade Zuidzijde en voerde via de Celebestraat, waar Talita's ouderlijk huis staat, naar het huis waar Talita woonde aan het Waagplein. Meisje, wat zou jij gevochten hebben voor je leven? En wat zou jij in angst hebben gehad? Dit heb je zo niet verdiend, echt niet. Dit had nooit mogen gebeuren. Jouw verliezen heeft niet alleen een impact op je familie en vrienden, maar ook op de hele gemeenschap van Almelo. Het is hartverscheurend. Je bent nu een glinsterende ster in de hemel. Je zal altijd herinnerd blijven als de lieve, stille, maar altijd vrolijke Talita. Oh,
Dank u wel, meneer de voorzitter. Fijn dat we het op deze manier even kunnen doen. Zodat ik namens het college de eerste termijn kan openen, waarbij ik graag wil ingaan op de bijdrage die is geleverd op een aantal zaken die mijn portefeuille raken. Als eerste denk ik maar het grote hoofdstuk waar vanochtend ook veel over is gesproken, namelijk de organisatieontwikkeling. We hebben het hier niet over een reorganisatie, dat is een rechtspositioneel begrip. De organisatieontwikkeling is eigenlijk het herstel van vertrouwen en het aangaan van een verbinding tussen onze organisatie en wat er in de wijken, wat er bij de mensen, wat er in deze stad gebeurt. 4,5 miljoen, wat zou je daarmee doen? Nou, wat ik er persoonlijk mee zou doen, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar als jij vraagt van, joh, wat doe je ermee in dit geval? Nou, we hebben gesteld, we gaan er in principe mee akkoord. Met de 4,5 miljoen die nodig is voor de doorontwikkeling van de raad. Of van het ambtelijk apparaat. Van de organisatie zoals het gesteld wordt. Maar wij hebben daar wel duidelijk bij aangegeven, we willen daarvoor graag meegenomen worden in het hele proces. Dus stap voor stap, wat gaat u gebeuren, wat doet u? Zodat we goed geïnformeerd raken. En daarnaast hebben we nog de opmerking geplaatst dat wij heel graag per begrotingsjaar het meegezien genomen worden in de PNC-cyclus. Zodat je een integrale afweging per begrotingsjaar kunt maken wat de voorstellen rondom de 4,5 miljoen zijn. Ja, helaas moest onze Mieneke stoppen om haar gezondheid en viel er een zetel vrij. Ja, daar was ik dan. Dus ik vind het wel een hele leuke uitdaging. Het was een verrassing, maar ik heb er wel ontzettend zin in. De volgende statenvergadering neem ik daar afscheid. Want ik heb toen in 2009 heb ik het ook een tijdje samen gedaan, zowel in de staat als in de raad. En dat, ja, dan heb ik niet het idee dat ik iets goed doe, want dan doe ik alles maar half. En ook al is het nog maar tot maart, ik wil het toch gewoon goed doen. Dus ik ga stoppen met de staten en ik ga me hierop richten, naast mijn baan. Nou, wat voor mij persoonlijk heel gaaf is, dat ik toch vooral het sociale domein heel interessant vind. Jeugdzorg vooral. En in de staten heb ik mogen helpen om die transitie naar de gemeentes goed te begeleiden. En ik miste dat sociale in de staten heel erg, omdat we dat allemaal naar de gemeentes hebben gedaan. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik het nu vanaf de gemeentes me weer vol op het sociale domein mag richten. Ik weet dat op hele korte termijn in de Staten van Overijssel wordt gedebatteerd over het voorstel van gedeputeerde staten om die aandeleninkoop mogelijk te maken. Dat is op 5 juli commissievergadering, 19 juli provinciale statenvergadering. Ik stel voor en ik hoop en verwacht dat wij dan onze aandelen ook inderdaad conform uitspraken dan kunnen verkopen. En dat in die zin deze motie dan ook uitvoerbaar is.
gedaan. En de happen voor de camera. Nou, jullie een liedje van een jaartje of twee geleden. Lekker, hè? Oh, ik een schuitje, hè? Ja. Was het een jongen van mij? Wij zijn van theaterzaken. En wij zijn de gastvrouwen van vanmiddag. We noemen al een beetje de spreekstalmeester, zeg maar. Ja, of de ceremoniemeester zou ik. We gaan beginnen met de spreekstal. Ja, nee, komt eerst de categorie. Ja, de eerste. We hebben een paar krukken neergezet en het leek ons leuk om die te laten vullen met mensen die verhalen ook een beetje kunnen vertellen. Daarvoor willen wij de volgende mensen naar voren halen. Ja, we horen wat mensen naar voren halen. En vanmiddag is het feest, natuurlijk. Ja, meneer Nijf, u zegt het al, ik ben niet alleen oud-docent, maar u kent deze plek en deze school heel erg goed. Ik heb 31 jaar achter deze school gewoond, hierachter op nummer 9. Ik heb dus als jongetje hier op de lagere school gezeten, 2 jaar. Toen is de school bezet door de Duitsers. Ja. Moest wij eruit, toen gingen wij eruit besteden aan andere scholen. En, maar toen moesten we in één keer in een andere school. Wij hebben bij de Hagedoornschool ingezeten, het gebouw verdeeld met die school. En later, toen was het kazerne en in november 1944 is het lazaret geworden, het ziekenhuis. Wie kent dat nog? Wie weet dat nog? Niemand. Nee. Die allemaal mee hebben geholpen om dit pand zo mooi af te maken en zulke mooie appartementen te maken. Ook bijvoorbeeld het buurtpreventieteam die nog veel opgelet heeft op het moment na de brand. Toch elke keer weer een ronde kijken of de hekken gesloten waren. Met de waar, niet, ja, dus dat zijn de vrijwilligers in de wijk. Dus die wil ik ook expliciet even... Ik zag één mevrouw met een heel mooi geel jasje. Dat is buurtpreventie. En u heeft een blauwe. Fijn dat u er bent ook, dames en heren. Dan gaan we nu naar de officiële opening. Ja. Even meneer Nijhoff nog een handje geven. Hout, Peter van Hout, ja. Staat aan de ene kant van het lint. Ja. En de, ja, als er dan sprake is van een wethouder in de zaal, dan zouden we ons kunnen stellen dat de wethouder aan de andere kant ze is in de house. Christine van Wijk, fijn dat u er bent. Ja, ook goed dat u er bent. Ja. Meneer Nijhoff, de oorspronkelijke Belg, had die tafel in bewaring genomen. 3, 2, 1. Hoera! 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 Een hele mooie oude gebouw hebt en je weet ze zo weer functioneel te maken en ook zoveel enthousiaste mensen weer voor die nieuwbouw te treffen. Woningcorporatie dat fantastisch heeft opgepakt, ondanks alle tegenslag. Je rijdt hier door de straat en dan denk je van, yes, dit is het. Weer beeldbewerkt als, ja, ik zeg altijd, als het maar met plaatjes is. Oké. Okay. Dus, het overlapt elkaar heel veel. Ja. Dan kun je van alles, kennis van zaken, van fotografie en schilderkunst door elkaar gebruiken. Ja, nou leuk. We nemen jullie heel graag mee naar de Middellandse Zee. Middellandse Zee, souvenir van de zon. Die haar kent voor de droom, die haar nooit.
Hier is vandaag de inschrijving voor de zomerschool. En de zomerschool is een activiteit van de COSBO, het overkoepelend orgaan van de drie ouderenbonden. En wij proberen de mensen midden in de zomer aan een aantal activiteiten te hebben. Wanneer er dus helemaal niks te doen is, dan kunnen ze bij ons 2 weken terecht voor allerlei activiteiten. Maandag gaan we naar de paddenstoelkwekerij in Oortmarsum. Daar beginnen we mee. We brengen een bezoek aan Koet. Even kijken, Food Connection, het waterschap, Heracles. We hebben een fietstocht naar een hobbytuin in Wierden. We hebben een concert en rolleiding in de Basiliek van Almelo. We gaan naar TV Oost, onder andere. Verder een bezoek aan het Veenmuseum. We gaan naar de paardenmelkerij. Werelddansen doen wij, bloemschikken, quiz over Almelo. En dan handwerken, en dat doen we ook. Stadswandeling, met onder andere een bezoek aan de molen. En dan de topper is, dat is het bezoek aan het klooster van Deneken. We hebben ze gezegd, de geheimen achter het klooster. Daar hebben we momenteel al een inschrijving van ruim 50 mensen die daar naartoe gaan. En dat is voor ons wel een topper. Er zijn mensen die dus aan 1 activiteit meer doen. Maar er zijn er ook wel, die doen aan 3-4 activiteiten mee. Dus de hele week kunnen ze wat meedoen. En vorig jaar was het dus over 1 week. En nu hebben we het weer teruggebracht naar 2 weken. En dat kun je toch merken. Mensen gaan daar meer verspreid overal naartoe. Leden van de bonden betalen €5 voor de activiteit. En niet leden betalen €7 voor de activiteit. Maar voor een heel voor verschillende mensen is het al geweest dat ze zeggen van nou, dan worden we ook lid van een ouderenbond. En dat is voor ons natuurlijk ook een winst. De ouderenbond in Almelo, en dat vergeten we wel eens, hebben we ruim 1200 leden. We hadden dit eigenlijk niet verwacht, hè, Ria? Ja, het is eigenlijk een norm wat we vandaag te verstouwen hebben gehad. Vanmorgen was het gewoon gekkenwerk, stonden ze gewoon in de rij. Ria regelt bijvoorbeeld het autovervoer, mensen staan in de rij om weer te doen. Ja. Nou, dus succes hoef ik al niet meer te wensen, dat heb je al. Dat hebben we al, inderdaad. It's where we go.
toch graag even uw speciale aandacht voor dit bijzondere festival voordat deze band gaat spelen. Ik ben Christine van Wijk, wethouder onder andere van cultuur in deze stad. En het moet niet zo zijn dat dit straks dit prachtige festival over is en dat we niet toch ook een aantal mensen in het zonnetje hebben gezet. Ik maak het niet lang, want u komt voor de mannen achter mij. Maar hiervoor 20 vrijwilligers die het hele weekend hebben gesjouwd met allerlei spullen om alles op de goede plek te krijgen. En voor de 9e keer dit fantastische straatmuziekfestival voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat ze uw applaus verdienen. Para, 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 para